Alles een prooi voor de tegenstander. Ze zitten er bovenop en dat levert balbezit op. Bal teruggelegd. Dat waren benauwde momenten. Stoichkov is de schrik van elke verdediger. Timo Werner. Nou, het is van belang dat de omschakeling goed is. We hebben nog 2 minuten aan reguliere speeltijd. Een lop. Prachtige stift. De keeper kan er niet bij. Hij mikte de bal heel mooi over de keeper. Hij zag de ruimte en schoot zo precies dat de keeper 3 aan kon komen. Dat was heel goed gemikt even. Nou, we zijn al een hele tijd op weg en het begint er slecht voor ons uit te zien. De extra tijd bedraagt maar 2 minuten. De Bruyne. Nu Sneling. Emre Can. Uitstekend gezien. Andersson. Dit is een grote kans hoor. Goeiedag zeg. De keeper was eigenlijk al geklopt. Ja, dit moet natuurlijk altijd een doelpunt zijn. Het zit erop voor vandaag. Ja, hij heeft fantastisch gespeeld. En het leek hem wel geen enkele moeite te kosten. Ja, geweldig. Hij heeft er gewoon 2 gemaakt. Hè. Dus, dat is toch knap. En hij barst van het zelfvertrouwen, dat zie je. Je ziet zijn medespelers ook opleven als ze met hem kunnen samenspelen. En ja, ik denk dat dat vandaag ze de zege heeft opgeleverd. Fijn baasje. Oh, leuk. Daar is het schot. Doelpunt, de 0-0 is van het bord. En kijk, kus, wat een vreugde. Mooi om te zien, maar de tegenstander zal zich terug willen vechten in de wedstrijd. Voor zo'n sliding moet je toch op de bon, hoor. Dit hoort niet. Dat was een forse overtreding en daar staat geel op. Goed gezien van de scheids. Ja. Nu terugleggen. Hij gaat voor een geplaatst schot en zo gek is dat nog niet. Wat heet, de bal gaat maar net naast. Mooi getrapt hoor, die bal. Ja, die poging had een beter lot. Raak. Dat zou wel eens stoppen. David Luiz met de overtreding en de scheidsrechter fluit dus. De scheidsrechter deelt de gele kaart uit aan David Luiz. We hebben nog 2 minuten aan reguliere speeltijd. Een lop. Prachtige stift. De keeper kan er niet bij.